politie. Ha! Fuck de politie. Kom Jurgen, pak ze! Kom even weg hier, snel. Ja, kom erin, kom op. Snel. Snel bij die poort. Ja, die halen we ze nooit meer in. Volgens mij is diegene echt net vermoord hier. Dat is eigenlijk wel hetgene wat ik goed kan gebruiken. Maar dat heb ik nooit gewild. Wat? Kan niet. Mam? Kom maar, komt u maar, kom eens hier, jij sterf. Zo, dan nog één. En dan gaat er nog meer vandoor. Kom eens hier, en dan springen er gewoon drie. Ze zijn echt bang voor ons, ze springen er gewoon drie vanaf. Wat te leuk. Ah, geweldig. De volgende keer zal ik er zelf meer betrokken bij zijn. Nee, niet alweer. Nee, dit kan niet. Ga weg! Ah! Oh nee. Komt er een nieuwe hoofdcommissaris van de politie in Meerdal. Dames en heren, ik stel voor aan u, Niek. Oké, ben je klaar voor? Ja. Daar gaat hij. Domme. Kapper, man. Kap eens een keer met slaan, man. Het eten smaakt ook al nergens naar. Stomme onzin gevangenis hier. Volgens mij is hij weg. Kunnen we eindelijk gaan beginnen. Het was een lang stuk. Eindelijk vrijheid. We zijn er! Ja! Ik ben eindelijk weer terug! Oh, eindelijk! Oh, ik heb zo lang gewacht. Wat heb ik dit gemist? Eindelijk terug in Gonos. Oh. Ja, weet je waar we zijn? Nee. Dat eigenlijk niet. Fijn. Misschien is het een goed idee als ik even in de omgeving ga kijken of ik iets herken. Of erachter kan komen waar we zijn. Okay. En dan meteen even wat onopvallende kleding voor jou zoekt. Want als je zo gaat rondlopen hier, gaat niet goed, denk ik. Denk het ook niet. En op zich, dit grotje waar we nu zijn, of dit, ja, wat is het eigenlijk? Onder deze wortels zit je op zich best wel afgeschud en veilig, denk ik. Ja, dat ik blijf hier wel verwachten anders. Ja, dus zorg dat je goed uit het zicht blijft, want je weet maar nooit wat er aan de hand is. Want de laatste dat ik in Gronos was, was er een oorlog bezig, dus... Okay. Hou je gewoon verborgen en ik ben zo snel mogelijk terug. Is goed. Okay. Tot zo. Yep. Zo, hier rustig naar boven. Waar de fuck ben ik nu weer uitgekomen? Gelukkig. Het is eindelijk ochtend, nu hier snel zien weg te komen. Snel je trap af en
maken de weg gewoon meer. Oké. De straat zijn nog veel. Oké. Verdomme! Shit, nog meer zombies. Oké, snel wegwezen hier. Oké, hier kan ik overheen. Oké. Oké, is nog een. Ze zijn godsnaam overheen gekomen. Oké. Dus zou ik ze waarschijnlijk wel kwijt moeten zijn. Oké, ga ik hier langs. Oh. Oh shit. Oh god. Ik ben neergesloten, oké. Okay. Wat nu? Daar kan ik langs. Oh. Hierzo. Hierzo, volg mij. Hierzo. Hier zijn we veilig, kom. Kom, snel naar binnen, snel. Hey, je bent wakker. Je bent in je eigen huis. Oh, ja, huh? Wat is er gebeurd dan? Je bent beschoten in het bos met geraakt door een pijl. Oh, echt? Ja, maar zo te zien gaat het wel een stuk beter. Ja, wel een beetje. Ja. Maar wat deed je daar in het bos? Nou, ja, mijn ouders wilden eigenlijk liever niet dat ik naar het bos ga. Maar ja, ik vind het bos gewoon leuk. En nou ja, ik wil ook wel eens weg zijn van de stad en mijn ouders en zo. Maar weten je ouders hier dan niet van? Dat je in het. Dat je bent geraakt door een pijl? Ben ik geraakt door een pijl? Ja, je bent geraakt door een pijl. Ik weet niet of je. Ja. Het is allemaal een beetje vaag. Eindelijk door te knap of zo. Ja, we kunnen even frisse lucht nemen als je wil. Ja, maar waarom zouden mijn ouders eigenlijk jou geloven? Nou ja, ik ben de dochter van de koningin. Ik weet niet hoe ik mezelf nu moet noemen. Ik hoor eigenlijk een koningin te zijn. Maar ja, zover ben ik nog niet. Er is een hoop gebeurd. Maar kortaf. Ja, ik ben eigenlijk een koningin. Oh. Ja. Ja, mijn broers die strijden ook mee. Oké. Misschien ken ik ze wel, ik weet niet. Misschien heb ik ze ooit gezien. Maar, ja, dat kan. Heb jij dan niet ooit gewild dat je ook met hen mee kon bijvoorbeeld? Eigenlijk wel, maar mijn ouders willen dat niet. Je mag met mij wel mee als je wil. Ja, dat zou wel leuk zijn, denk ik. Weet je wat? Ik praat wel met jouw ouders. En anders. Ja, ik weet niet. We kijken wel. Het komt vast wel goed. Maar we moeten alleen wel even kijken hoe ik dat met mijn soldaten doe. Want ik denk niet dat ze zomaar een vrouw aankunnen in het leger. Het komt wel goed. Zullen we even frisse lucht nemen? Ja, is goed. Goed, meneer. Wat doe jij hier? Ik ben een jager in dit gebied. Ik ken deze landen best goed en ik ga altijd 's avonds nog eventjes op jacht. Dus jij kent de landen hier goed. Ik heb nog wel een lijstje. Misschien kan jij mij wat meer vertellen. Ja, ik kan wel even kijken. Wat staat er precies op het lijstje? Kijk zelf maar. Oké, allemaal namen. Etholdir, nee, die ken ik niet.
koningin Laura. Volgens mij heb ik wel iemand gezien die daar wel op lijkt. Interessant. En waar mag die dan wel zijn? Toevallig is dat heel vlakbij. Oké, dat is mooi. Laten we maar eventjes gaan kijken. Mannen! Hierheen! Laat mij maar zien waar die koningin is dan. Oké, loop maar mee. Het is hier echt vlak om de hoek. Het is hier onder een van die wortelen. Dus even over deze heen. En dan is hier zo onder het grotje. Ja, ik ga niet mee als je het niet erg vindt. Oké. Ik ga lekker terug, maar succes ermee. Ze zit hier. Oké, mannen, luister goed. We gaan haar grijpen, ja? De baas heeft haar nodig. Laura staat op de lijst. Ah, hallo. Wij hebben jou nodig. Kijk dan maar af, jullie vieze... Oké, meekomen. Mannen, laat haar heel. Ze moet ongedeerd blijven. Voor nu. Wat gaan jullie met me doen? Laat me met rust. Wat zal de baas hier blij mee zijn? Zo, even. Oh, dit item kan er nog bij. Oh, alle spullen vliegen hier weg. Wat een gedoe vandaag. Nee, deze moet daarin. Ja, even kijken. Volgende ingrediënt. Zo. Oh, maar deze heb ik helemaal nog niet nodig. Ik ben al wel ver, maar ik denk dat ik dit nog een ingrediënt nodig heb. Ik denk een beetje vastgehouden. Even kijken. Oh nee, het ligt toch hier. Kijker, dit hoofd. Nee, dat heb ik ook niet nodig. Hoe kan dat nou? Ik heb dit item nou helemaal niet. Ik heb allerlei zooi hier. Allemaal troep dit. Dat heb ik allemaal niet nodig. Nou ja, hier heb ik ook echt helemaal niks aan. Wat een zooi zeg. Hallo, meneer. Kan ik u misschien interesseren in wat verse vis? Nee, dat is niet waar ik op dit moment naar op zoek ben. Wacht. Meneer, kom terug. Misschien heb ik wel wat, misschien iets wat u zoekt. Iets wat moeilijker te verkrijgen is. En waar zou ik die goederen van je, wat je zegt, even kunnen bekijken dan? Tuurlijk, geen probleem. Loop maar dan eens even mee. Ik heb hier ergens een pootje. Ja, zijn ze dus net binnen gekomen? Even kijken of hier wat is of niet. We hebben hier nou al echt 10 keer gekeken. Ik weet niet, maar ik denk dat we hier echt gewoon niks meer kunnen vinden. En dat we dit gewoon vrij kunnen stellen en kunnen laten repareren. Wat denk jij? We gaan gewoon op het industrieterrein kijken. Let's go. Oké. Nou, ben benieuwd. Hallo? Guten Tag? Ja? Oké. Jurgen! Wat is er? Er is een spoed gevallen bij die haven. Let's go. Kom. Oké. Wat is los? Hoe kan het gebeuren? Wat is het? Nou, ik heb geen idee. Ik ben druk aan het klussen, maar de binnenkant is veilig. Oké, dan gaan we daar even bekijken. Wat een rare plek zeg, voor onder land ook. Ja, het stinkt hier echt naar vis. Echt vies, joh. Jokken, ik heb een boek in de plee gevonden, man. Oh, echt. Maar wel een beetje voorzichtig, hè. Geef maar aan mij anders. Ja, ik denk dat ik het even het beste kan gaan analyseren en kan gaan kijken wat erin staat. Want ik hoop dat het nog te lezen valt. En is alles volgens plan gegaan? Maar natuurlijk, meneer. Geen enkel probleem. Mooi. Nu ze afgeleid zijn met de brand zal ik ze op een dwaalspoor brengen, terwijl we verder werken aan het plan. Maar hoe zit het eigenlijk met Jacco? Zijn nut is bijna verspild.
Nog een laatste klus en dan dumpen we hem op de plek. Oké. Waarom moest ik hierheen komen, meester? Ik heb een taak voor je. De koningin is in de omgeving gezien. Houd Lady Tarnedain goed in de gaten. Dus ik moet hier alleen wachten? Nee, dit zou ook dienen als onze basis in het noorden. Ik voel dat we hier binnenkort meer zullen zijn. Komt voor mekaar, meester. Ik zal die mensen in Lady Tarnedain verpletteren. Nee, niet. Zorg dat niemand erachter komt en dat we hier aanwezig zijn. Komt in orde, meester. Ik ben niet te veel van hem aantrekken, want hij is een beetje raar. Oké. Okay. Ja, even kijken hoor. Hey Emiel. Hallo. Hey, ik heb eten. Dat is mooi. Zoals je vroeg, waar zou ik het laten? Stop maar in deze kist. Zo, oh, is helemaal goed. Zo, dat is aardig wat. Ja, precies. Oké, en wat, is nu het plan? Eigenlijk, kun je het wel gebruiken. Iets belangrijks. Dan gaan we naar de woestijn! De woestijn? Waarom gaan we naar de woestijn? Oké, leuk! Ja, toch? Ja. Zeker. Waar gaan we naartoe in de woestijn? Naar het andere barbarenkamp. Kom! Nog een paar. Oké. Tuurlijk, denk je dat we de enige zijn? Kom. Spullen pakken en dan vertrekken we meteen. Meteen? Oh ja. Daarvoor? Oké, kom al. Nou, ik zit hier nu al een tijdje, maar ik denk dat het tijd wordt om weg te gaan uit het moeras. Even mijn spulletjes erbij pakken. Kijken, dit eentje was het. Ik weet niet van wie dit kamp is, maar ik ben blij dat ze hier waren. Ik heb in ieder geval een setje kleding kunnen jatten. En nu wil ik een beetje de spullen meenemen en dan ga ik hier weg. Weg uit dat moeras. Weg bij die stomme orks die hier zitten, die op zoek naar me zijn. Ja, het is jammer voor het Noord dat ik haar moest achterlaten, maar ik moet aan mezelf denken. Oké, laat ik hier even rustig langs deze rivier, want als het goed is dan kom ik zo... Wow, wat is hier nou weer gebeurd? Het is allemaal verbrand. Oké, dan moet ik nog een stukje verder. Ik dacht dat ik hier misschien ergens wel kon schuilen in de boerderij, maar... Of eten kon vinden, maar ik ga nog maar even een stukje verder. Even kijken, even het pad zoeken. Oké. Nou ja, deze boerderij heb ik helemaal niks meer aan. Dan maar hier even door het veld steken richting dat bos. Dan heb ik een beetje beschutting en dan word ik tenminste niet gezien door de orks of wat er ook hier aan de hand is. Want het lijkt alsof hier ook oorlog wordt gevoerd. Ik ben echt te lang weg geweest. Die stomme Meerdal. Oké, nou laat ik hier het bos maar in gaan. Oké, even door dit bos gaan. En als het goed is dan... Zit hier achter nog wat ruïnes? Misschien kan ik daar een plekje vinden om rustig te verblijven. Even kijken. Ja, hier moet het ergens zijn.
Even kijken of ik een beetje om me heen kan kijken. Misschien dat er mensen in de buurt zijn of zo. Of orks. Die orks zijn tegenwoordig overal. Kijken, hier is niks te zien. Daar ook niks. Dus het lijkt veilig, maar... Ja, ik vertrouw deze ruïnes niet helemaal. Ik zie allemaal vlaggen hangen van die barbaren. Ik weet niet of die te vertrouwen zijn. Ik ga maar lekker terug het bos in. Oké, even kijken hoor. Waar ik precies het bos in moet. Even kijken. Oh, wacht. Dit is een open plek. Dan moet ik even oppassen. Oh, shit. Daar is het kamp. Oké, ik ga maar snel deze kant terug. Oké, snel die kant op. Snel die kant op. Voordat die barbaren me zien. Hier ben ik wel veilig, denk ik. Nou, wat is dit? Oh, dit is een dwergstandbeeld. Ben ik al zo dichtbij? Dat ik bij het dwergrijk ben? Oké, even kijken wat hier allemaal is. Er ligt hier wel een soort pad. Wat ligt er nou? Bloed? Stop! Wat moet je? Huh? Ja, dat kan ik ook aan jou vragen. Wat doe jij hier? Ik hier? Dit is mijn huis. Wie ben je? Ik ben... Hoe weet ik dat ik je kan vertrouwen? Nou, anders sla ik je door midden. Goed punt. Wacht maar. Ik ben Etholdir. Etholdir? Ja. Ja, ik zie er een beetje anders uit, want ik woon al een tijdje hier in het moeras nu. Maar ken je me nog? Ik ben Varin. Varin? Wat? Wat doe jij nou hier? De laatste keer dat ik je zag, zat je rijk in die haven van de dwergen. Ja, ze werden boos op me. Ja, rare dingen over, gestolen goederen. Ja, doet er niet toe. In ieder geval, ze waren niet zo blij, dus ze hebben me verstoten. En sindsdien woon ik hier. Oh. Oké. Nou ja, mooi huis hoor. Ja, dank je. Helemaal zelf gebouwd, weet je. Oh. Maar waar kom jij opeens vandaan? Nou, ik was een tijdje in het buitenland en ik, heb misschien wat dingen gedaan die niet zo oké waren om niet te komen. Ja, nee, vertel me niet verder, ik snap het. Maar, heb je ook zin in een biertje? Ik heb eigenlijk best wel honger en dorst, ja. Nou, kom maar mee. Ah, gelukkig. Echt toeval dat ik jou tegenkwam, man. Ja, nou, je kunt maar van geluk spreken. Er zijn hier ook, minder leuke mensen in de buurt. Dus je hebt haar gevonden? Ja! Ik zei toch dat het niet lang zou duren. Hebben ze het over mij? Hoe heb je dat eigenlijk gedaan, haar zo snel vinden? Dat doet er niet toe. Kijk nu maar, dan kunnen we haar verplaatsen naar een permanent onderkomen. Kijk maar! Sorry. Stilte! Dit is haar niet. Dit is iemand anders. Ja, niet natuurlijk van een ork. Hoe heb je haar gevonden? Nou, het is niet mijn schuld. Ik kwam een man tegen die zei dat hij wist waar ze was. Hij heeft me naar haar toegeleid. En hoe zag die man er dan uit? Nou, hij lijkt wel een beetje op een piraat. Jij sukkel, wie gelooft er nou piraten? Uiteindelijk stond haar gewoon zelf op de lijst. Laat haar gewoon hier maar zitten. Misschien heeft ze nog wel wat informatie over de piraat. Dus, het wil je me verraden?